Wouter, terug bij Feyenoord, terug in de bioscoopzaal van 1908. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, lekker natuurlijk. Het was leuk om iedereen weer te zien. Ik ben blij dat ik zelfs in Feyenoord er even snel uit zijn gekomen, dat ik weer lekker hier kan gaan trainen. Het is natuurlijk wel een beetje tegengevallen in principe. De hoeveelheid wedstrijden die ik gespeeld had, had ik meer gezien. Maar ja, het is hoe het is en ik ben blij dat ik in ieder geval nu weer vol aan de bak kan hier zo en weer kan laten zien wat ik waard ben. Meteen duidelijk voor jou dat je terug zou keren naar Feyenoord om hier het seizoen af te maken wat trainingen betreft? Ja, zeker. Ik wou dat natuurlijk zelf ook graag. Maar los daarvan heb ik gewoon bij Excelsior aangegeven van luister, ik zou graag weer gaan trainen bij Feyenoord. Omdat dat voelt voor mij toch, daar ga ik volgend seizoen weer verder. En hier loopt het helaas anders dan gepland, maar loopt het af. En vanuit Excelsior begrepen ze dat ook. En Feyenoord wilde ook graag dat ik weer hier kwam trainen. Dus dat was snel geregeld. Hoe was het om de jongens weer te zien? Is het dan anders dan toen je vertrok? Zijn er nog dingen anders geworden? Nou, dat is wel heel eventjes gek. Natuurlijk ook met al die alle poespassen natuurlijk eromheen met de corona. Was het wel even gek, want normaal als je iemand lang niet hebt gezien, dan geef ik aan een box of een knuffel of wat dan ook. Maar nu was het toch even wat op afstand en was even gek. Maar uiteindelijk voelt het nu alweer als vertrouwd. Ja, ik had het hier nog niet gezien om 1908, maar iedereen deelt een stukje van het trainingscomplex als kleedkamer, hè? Ja, klopt. Overal op afstand zijn de stoelen neergezet, zodat je goed je afstand kan houden en dat we niet in elkaars buurt komen als het ware. Het is voor jou ook een terugkeer op de plek waar je dit seizoen veel mijlpalen bereikt. In je basisdebuut, doelpunt in de Europa League. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe kijk je daarop terug op het begin van het seizoen 2019-2020? Ja, het begon natuurlijk qua minuten goed. Maar als ik er nu op terugkijk, dan begrijp ik wel uiteindelijk waarom het niet succesvol is geworden. Want ik denk dat ik gewoon fysiek nog niet klaar voor was om echt vast te spelen. Ik woog te weinig voor mijn gevoel. Uiteindelijk ben ik er gewoon achter gekomen wat er gewoon echt beter moet. Kijk, het was prachtig om dat mee te maken en om die eerste stap in het profvoetbal te zetten. Bij Feyenoord natuurlijk, maar als je erop terugblikt, dan denk ik toch wel gewoon dat ik er fysiek vooral nog niet klaar voor was. Want als je fysiek tekort komt, dan is het ook net die paar seconden of die halve seconde misschien soms dat die paas gegeven moet worden. En ik denk dat ik daar nu heel erg goed mee bezig ben, dat ik daar op de goede weg mee ben om dat stukje juist heel erg te verbeteren, waardoor ik nog meer in mijn kwaliteit kom. Dus het was heel mooi en natuurlijk mijn eerste goal Feyenoord, super speciaal, mijn basisdebuut, alles erop en eraan, hartstikke mooi. Maar ik wil heel graag gewoon gaan spelen en daar moet ik fysiek daar gewoon stappen voor zetten en daar ben ik nu keihard mee aan de slag. Je noemt die eerste fase van dit seizoen zelfs niet succesvol, dat is nogal hard aangezet voor een jonge jongen die zijn minuten heeft gemaakt, goede dingen heeft laten zien in het eerste helft van Feyenoord. Ja, maar uiteindelijk ben ik er ook weer uitgegaan. En dus was het niet goed genoeg om te blijven staan. Dus dat is gewoon, denk ik, je kan heel realistisch zijn. En dan weten dat het nog niet goed genoeg was. Natuurlijk heeft het meegezeten, ja of nee. Maar dat beslis je als speler, beslis je dat zelf. En het was niet goed genoeg om te blijven staan, dus moet dat beter. En als je dan gewoon terug evalueert waar het dan zou kunnen liggen, denk ik vooral dat het fysieke aspect, dat het zwaarst weegt, zeg maar. Ik woog gewoon volgens mij 76 kilo toen ik speelde in de basis. Ja, dat is gewoon te weinig voor een jongen van 1,90, dus daar moeten gewoon kilo's aankomen. En die zijn er ook al aan, maar dat kan nog beter en het kan nog meer. En ik merk gewoon dat ik fysiek nu heel goed bezig ben. En mijn voetballende kwaliteit, ik weet dat die er zijn. Ik weet waar ik goed in ben, ik weet waar ik niet goed in ben. En ik denk dat dat goed zit, alleen dat het in combinatie met het fysieke, dat ik dat heel goed kan ontwikkelen. En ik voel dat ik op de goede weg zit, maar of het echt zo is, dat gaat altijd natuurlijk de tijd uitwijzen. Geeft die coronatijd misschien ook wel juist de mogelijkheid om nog meer de nadruk te leggen op dat fysieke, nog meer daar je trainingsarbeid in te leggen? Ja, ik zie het natuurlijk als een kans. Het klinkt allemaal heel mooi, maar uiteindelijk uit elk negatieve punt kun je iets goeds halen. En voor mij is dat nu dat het me extra tijd geeft om... Ja, je kan normaal als jij een wedstrijd speelt in het weekend en je speelt soms dan door de week en dan heb je een hoge trainingsintensiteit, dan kan je niet zo groeien, zeg maar fysiek gezien. Want dan vraagt jouw lichaam gewoon heel veel... op het veld en daar moet ook de focus op liggen op dat moment. Want er moet resultaat gehaald worden. Maar doordat dat nu wegvalt, valt er natuurlijk wel heel veel ruimte om dat punt heel erg te verbeteren. Dus uiteindelijk, natuurlijk is het gewoon een kans voor mij om nu als topsporter nog beter ervoor te gaan staan. Je gaf aan toen je verhuurd werd aan Excelsior dat je eigenlijk je steeds beter voelde bij Feyenoord. Je speelde minder, maar op trainingen voelde je je beter. Dat voelde je aan kleine dingen, positiespel, techniek. Alleen net die laatste stap zei, is dat dan, dat fysieke, die laatste stap voor jou? Zo voelt dat. Of het zo is, weet ik niet. Maar zo voelt dat wel, ja. Ik denk gewoon,
in wedstrijden, als je vanuit de jeugd in één keer naar het eerste gaat. Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij Okun, die heeft dat fantastisch ontwikkeld. Dat punt dat hij heel de wedstrijd gas kan geven. Maar bij mij was dat gewoon nog niet zo ontwikkeld. Bijvoorbeeld Heerenveen uit, had ik het met de jongens nog wel eens over. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik keek de 70ste minuut, keek naar de klok. En ik dacht van, is het nog niet voorbij? Want gewoon helemaal waas voor mijn ogen. Gewoon zo zwaar vond ik het toen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken dat je fysiek nog niet goed genoeg bent. Dus de intensiteit lag nog te hoog voor mij. Op punt. Het is niet dat ik het helemaal niet aankom, want het is bepaalde wedstrijden ook heel goed gegaan. Zoals bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen Southampton, tegen Sparta. Alleen, als je een langere periode wil blijven staan, moet je fysiek sterker zijn. Kijk maar bijvoorbeeld naar Jens, hoe fit die jongen nog is en hoeveel gas hij altijd kan geven. Ja, dat heeft ook te maken met dat hij gewoon echt een topsporter is en heel, heel fit is. Ja, dat is voor mij wel dingen waar ik gewoon hard aan moet werken. En ik dacht altijd dat ik een fantastische conditie had en die heb ik ook. Maar met kracht leveren, ja, dat moet ook vanuit je spieren komen. En dat was bij mij gewoon nog niet goed genoeg ontwikkeld. En ja, dat is wel voor mijzelf echt een eye-opener geweest. Van dat echt het punt is waar ik aan ga werken. En ik hoop zeker dat gaat uitpakken. En daar gaan we in ieder geval voor. Ik denk dat de Eerste Divisie daarvoor ook wel een uitgelezen plek is om daar mee aan de slag te gaan. Een fysieke competitie waar je veel meters moet maken, ook vuile meters ook moet maken. Ja, het is best wel... Ik vergeleek het een beetje met hoe wij speelden in onder 19. Het is best wel rennen en vliegen. Het gaat op en neer. Dus tuurlijk, er wordt wel tactisch gesproken. Alleen in de praktijk zie je gewoon dat er heel veel ruimtes vallen. En dat vaak het middenveld redelijk open is. En teams spelen heel erg op de counter. Veel balverlies ook wel. Dus het is een beetje alles of niks. Zo voelt het. Ik zeg niet dat het bij elke ploeg zo is. Maar de wedstrijden die ik heb gespeeld, zo heb ik dat ervaren. Dus het is heel veel wanneer je dan in de aanval gaat, dat je weer terug moet. En dan heb je de bal en dan gaan we gelijk weer vol gas naar voren. Dus dat is wel qua meters die je dan in de benen, gaat krijgen. Ja, dat is wel iets wat wel lekker was, ja. Ben jij op dat middenveld een beetje gaan schuiven qua posities? Je bent in de jeugd, heb je vaak op 10 gespeeld. Nu bij Excelsior volgens mij iets meer met de punt naar achter gespeeld. Een beetje controlerend op dat middenveld. Ben je voor jezelf ook anders op dat middenveld gaan spelen? Maar in principe kan ik op elke positie staan. Ik sta op elke positie even graag. En het maakt mij niet zozeer uit. En bij Excelsior hadden wij natuurlijk Rijvloed op 10, dat was duidelijk. En dan stond ik naast Bruins in de en ik als controlerendste van de drie, denk ik. Maar ook ik koos toen mijn moment om naar voren te gaan. Dus het is niet zozeer dat ik nu zeg ik ben punten 8 of ik ben verdedigende middenvelder. Ik kan op elke positie uit de voeten. En ik speel op elke positie even graag. Maar juist op die positie komt dat fysieke aspect waar je nu aan werkt wel heel erg terug. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld moet ook niet vergeten dat de voetballer natuurlijk ook veel moet gebeuren. En aan de bal, wat ik dus merkte is dat je soms aan het einde van wedstrijden, dat je dan tekort kwam in die halve seconde denkwerk. Dat je die paas moet geven, dat je die paas nu even net niet ziet. Omdat je gewoon kapot bent, dan ga je toch anders reageren op situaties. En ik denk juist dat die combinatie, dat die heel belangrijk is als middenvelder en als voetballer. Want je ziet ook bijvoorbeeld zag je ook bij Leroy, je zag hoe fit hij werd. Ja, en alles ging gelijk stukken beter dan aan het begin toen hij nog iets minder fit was. En dat is gewoon een heel belangrijk aspect, denk ik, bij voetballers. Ik denk dat je ook juist veel leert van wedstrijden die je met Excelsior speelt tegen Jong AZ. Waar ik een interview na afloop met jou zag waar het stoom uit je oren kwam. Waar het gewoon het hele team totaal niet liep. Maar dat je daar misschien juist wel de meeste lering uit trekt. Ja, denk het wel. En het is gewoon lekker geweest om daar... het zijn helaas maar 7 wedstrijden geweest, maar ik zeg het ook zo. Het hadden er meer geweest vanaf het begin dan bij Feyenoord. Dus het is uiteindelijk nooit slecht of nooit verkeerd geweest. En ik ben gewoon blij dat ik daar een periode heb kunnen zijn en kunnen voetballen. En ik heb het daar ook ontzettend naar mijn zin gehad. Het is helaas niet zo uitgepakt als ik had gewild natuurlijk. Een half seizoen, misschien play-offs wat bereiken daarin. Maar ja, het is zoals het is, weet je. En ik ben blij dat ik daar geweest ben. Soms moet je ook dingen ervaren om te weten wat je beter moet doen. En bijvoorbeeld vorig jaar met ECA bij de selectie merkte ik gewoon dat ik soms in positiespelletjes dat het wel zo snel voor je ging. En nu merkte ik toen ik net voordat ik naar Excelsior ging dat juist echt heel erg goed ging. Dat ik in partijtjes altijd echt vol gas kon geven, dat het echt heel goed ging. Op trainingen kreeg ik dus echt die bevestiging dat ik op de goede weg was. En dat ik gewoon klaar voor was om ergens te gaan spelen. En nu hoop je natuurlijk dat je dan nog een stapje verder bent. En ik denk een combinatie, wat ik natuurlijk al een paar keer nu heb gezegd, van combinatie met dat ik nu fitter ben dan ooit, met mijn voetballende kwaliteiten, dan hoop ik dat tot succes gaat leiden. Merk je op de training dat je dat stapje omhoog hebt gezet nu hier weer bij Feyenoord? Ja, dat is moeilijk. Deze trainingen zijn natuurlijk zo niet te vergelijken met de normale veldtraining zonder 1,5 meter afstand. Het is gewoon, er zijn veel paas- en trapvormen, veel afwerkvormen.
ja, dat is niet te vergelijken met een positiespel of een partijspel. Dat het echt man tegen man is en dat je je vent voorbij moet of dat je heel snel moet handelen. Het zijn hele andere trainingen, dus ik denk dat je dat niet zo goed kan vergelijken. Is het ook goed voor jou geweest om even van omgeving te wisselen? Natuurlijk heel lang bij Feyenoord geweest. Toch in een soort van vertrouwde omgeving bij Excelsior terugkerend, omdat je daar toch al heel eventjes hebt gezeten. Mm-hmm. Hoe was dat voor je? Ja, wat ik zei, ik werd daar gewoon goed ontvangen en ik zat eigenlijk gelijk goed in het team. Ik kon eigenlijk met iedereen kon ik gewoon goed opschieten. En ik liet gewoon zien dat ik goed kan voetballen en dat scheelt altijd. Ik zeg altijd, als je laat zien dat je kan ballen, dan accepteert iedereen je wel. En ja, dat was daar ook het geval. Het ging gewoon vanaf het begin, ja, liet ik gewoon gelijk zien wie ik was, hoe ik ben. En ja, je kent me natuurlijk een beetje. Ik ben af en toe ook wel een apart geval. En ja, uiteindelijk werd ik daar ook gewoon geaccepteerd zoals ik was. En ja, heb ik daar ook gewoon mooie vriendschappen natuurlijk in die korte periode wel opgebouwd. En heb ik daar ook gewoon veel geleerd. 2 trainers ook gehad. Dus ja, het was kort maar krachtig, zeg maar. Ja, al met al een hele goede, leerzame tussenstap. Want ja, Zo zie je het echt als een tussenstap, niet als een stapje terug, hè? Nee, maar zulke dingen worden snel gezien als een stapje terug. Maar uiteindelijk weet je over 15 jaar pas of het een stapje terug was of een tussenstap. Maar ik ga voor de tussenstap. Volgend seizoen weet je in ieder geval dat je te maken hebt met Dick Advocaat. Hoe zie je dat voor je? Hoe zie je nu de komende periode bij Feyenoord voor je? Nou, voorlopig is het natuurlijk even afwachten hoe alles gaat lopen wanneer de competitie weer begint, precies. Maar ja, ik heb mijn zinnen gezet op dit seizoen en ik wil gewoon zoveel mogelijk gaan spelen, laten zien dat ik er klaar voor ben. Ik heb vorig jaar natuurlijk ook veel met de trainer gesproken en die was gewoon heel erg tevreden met wat ik leverde op de training en ja, het niveau dat ik haalde. Alleen vond hij nog dat ik gewoon minuten moest doen. Ik moest nog, hij zei ook altijd samen met Cor van, hij moet nog wel wat kilootjes aanbouwen. Ja, weet je, en dan soms zie je dat niet en dan ben ik een beetje eigenwijs. Denk, ja, ik schiet toch die 5 ballen, die van de 5 schiet ik er toch in, weet je wel. En dan ben je misschien nog een beetje eigenwijs, misschien ook een beetje de leeftijd. En maar nu, wat ik zeg, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En heb ik gewoon mijn zin gezet op dit seizoen, dus ik ga er vol voor. En waar het gaat eindigen, dat gaan we meemaken. Ja, want je bent nog jong, wat je zegt. Je hebt torenhoge ambities. Is dat goed te rijmen met elkaar, die jonge leeftijd en de ambities die je hebt? Als je jong bent, wat zeggen ze toch ook, wat goed komt, komt snel of zo, zoiets zeggen ze. Ja, ik hoop dat het snel komt, maar als het iets langzamer duurt, dan is het ook zo. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen pad. En de een komt op zijn 17e en die piekt op zijn 24e. En de ander die kan het heel zijn leven lang doortrekken. Sommige jongens komen later door en die staan er ook tot langer. Dus je weet nooit hoe het gaat lopen. Uiteindelijk heb ik gewoon heel veel vertrouwen in mezelf. En ben ik gewoon hard aan de slag. En heb ik er gewoon vertrouwen in dat het een goed seizoen voor mij gaat worden. Maar weet je, het is van tevoren altijd makkelijk praten en achteraf nog makkelijker. Dus we gaan het gewoon allemaal meemaken. Maar ik heb er vertrouwen in.